Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Welkom, je luistert naar de allereerste aflevering van De Machine. Een nieuwe podcast van 3 voor 12 over de machinerie achter de muziek, de industrie, de business, de grote beslissingen. Groot nieuws uit de label of de streamingwereld en dingen van die dingen waar je eigenlijk niet zoveel mee bezig zou moeten houden, maar die wel bepalen hoe jij naar muziek luistert. Wij hebben er heel veel zin in. Elke twee weken gaan Niels Albert en ik het belangrijkste nieuws voor je doornemen. We gaan het altijd over een paar dingen niet hebben. En deze week gaan we het niet hebben over de Oscars, waar Sufjan Stevens optrad samen met Moses Sumney en waar Johnny Greenwood van Radiohead geen prijs won. We gaan het ook niet hebben over Bon Jovi. We gaan het niet hebben over Bon Jovi die een jaar na de release van hun album ineens op nummer 1 staat in Amerika, omdat ze een hele slimme ticket deal hadden. Album bij een concert. Nee, we gaan het dus niet over hebben. We gaan het ook niet hebben over Famke Louise en over Ronnie Flex die het Spotify-record hebben verbroken met 650.000 streams op een dag. Maar waar gaan we het wel over hebben, Niels? We gaan het hebben over Spotify. Zeker, de beursgang. De beursgang en we gaan het hebben over de vrouwenkwestie. Maar daar komen we later op terug. Laten we beginnen met Spotify. De vrouwenkwestie, dat klinkt wel spannend. Ja. Spotify gaat naar de beurs. Dat hing al heel lang in de lucht. Maanden, misschien zelfs wel jaren. Dat gaat nu toch echt gebeuren. Ja. $20 miljard is de boel geschat ja. Als waarde. Analytici zeggen dat het wel eens net zo groot zou kunnen gaan worden als Netflix. Daar moeten we het zomaar eens over gaan hebben. Waarom is die beursgang nou zo belangrijk? Nou, in dit geval, kijk, een beursgang is niet, zou ik zeggen, per se belangrijk. Maar wat wel het nieuwswaardige aan deze beursgang is dat die soort van besloten is. Hij is niet openbaar. Het is dus een IPO, zoals dat heet in Amerika. Maar voor de leek die ik zelf ook ben, komt het erop neer dat je het eigenlijk een beetje besloten houdt. En het signaal dat wat mij betreft daar heel duidelijk uitspreekt, is dat Daniel Ek, de oprichter van Spotify, ook dit proces heel sterk wil beheersen. Hij wil, dat merk je, niet nog meer, tenminste dat is mijn interpretatie, niet nog meer speelbal worden van aandeelhouders. Op het moment dat hij zijn Spotify openbaar op de beurs gooit, moet hij ook aandeelvalue gaan creëren. Nou, dat is natuurlijk het grote issue bij de waarde van Spotify. Dat is eigenlijk in iedere discussie van de afgelopen jaren komt dat iedere keer terug. En op het moment dat hij echt naar de beurs zou gaan met Spotify, zou hij die waarde ook binnen een bepaalde periode, een aantal jaar, heel duidelijk zichtbaar moeten maken voor aandeelhouders. En dat is een beetje waar die volgens mij nu een onttrekkende beweging voor. Maar besloten betekent dat dan dat hij alleen gaat werken met een soort van investment banks of dat soort dingen? Ja, en met een hele overzichtelijke groep van investeerders. En volgens mij is de kern van zo'n IPO, de dingen die ik erover gelezen heb, is dat hij minder gedwongen wordt om iedere keer met zwarte cijfers te komen en iedere keer value voor de aandeelhouders te creëren. Kijk, op het moment dat je natuurlijk voor een deel naar de beurs gaat, heb je altijd te maken met andere belangen en andere belangengroepen. Dus dat maakt dat je altijd wel iets moet gaan creëren om te laten zien dat je een waardevolle onderneming bent, of eigenlijk een steeds waardevollere onderneming. Dat is natuurlijk de kern. Maar hij kiest er niet voor om echt totaal een gekkenhuis zoals een Facebook of een andere grote techbeursgang van de afgelopen paar jaar heeft gehad. En dat denk ik, dat is echt om te zorgen dat er niet al te veel stennis omheen gaat. En dat hij niet nog meer bezig moet zijn met de derden. Ik heb die prospectus eventjes doorgenomen. En daar zie je ook in dat ze zelf al benoemen dat hun afhankelijkheid van derden een van de grootste risico's is voor het bedrijf. Ze zijn natuurlijk afhankelijk van partijen waarmee ze licenties moeten sluiten. Met name labels natuurlijk. Ja. Dat is het grootste risico, dat ze daar natuurlijk zelf eigenlijk geen controle over hebben. Wat ik zelf wel interessant vond, was Daniel Ek, die twitterde zelf iets over de beursgang. Hij zei, feels great to have the cat out of the bag. Oftewel, eindelijk mag ik het zeggen. Hij zei erachteraan, transparency breeds trust. En dat vond ik wel een interessante stelling. Dat was het enige wat hij heeft gezegd op zijn Twitter-account, die hij toch veel gebruikt, ja, over die beursgang. Transparency breeds trust.
Is dat een soort geheime unique selling point van Spotify? Dat ze proberen zo open mogelijk te zijn? Ja, ik denk wel dat je dat... Tenminste, ik vind wel dat je dat ziet dat ze dat proberen. En je ziet ook de worsteling die daaruit komt. Want die transparency die hij dan twittert... Hij doet echt wel pogingen richting artiesten, richting labels, richting managers... om zo transparant mogelijk te zijn. Ook op het moment dat dat de Taylor Swift van deze wereld... grote open letters naar ze schrijven... omdat ze niet eens zijn met bepaalde beleidslijnen... reageert hij daar zo transparant mogelijk op. Maar je ziet ook de worsteling. Want je ziet dat hij natuurlijk gebonden is aan contracten... met zijn, noem ik maar even, leveranciers. En dat zijn toch voor een groot gedeelte... de drie grote wereldwijde platenmaatschappijen. En niet de artiesten zelf, hè? Er zitten labels tussen. Exact. En daar zie je dat de transparantheid die hij nastreeft. En dat is ook heel begrijpelijk dat hij dat niet altijd helemaal kan waarmaken. Omdat hij gewoon, hij kan niet over alles open zijn. En hij kan ook bijvoorbeeld niet op het moment, laat ik dat voorbeeld van Taylor Swift pakken. Op het moment dat hij zegt, ja, wij krijgen als artiesten te weinig uitbetaald. Heel hard de wijzende vinger richting de labels sturen. Wat wel zo is, van hey, dat heeft niet te maken met dat wij niet genoeg uitkeren. Want wij keren 70% uit. Maar dat heeft te maken met de deal die jij met je label hebt. Die weer aan jou moeten uitkeren. En dat zegt hij wel, maar vaak een beetje soft. Omdat hij gewoon die labels, die kan hij niet tegen zich in het harnas jagen. Zeker niet, nee. Die transparantie, wat weten we dan over Spotify? Ik heb even wat dingen op een rijtje gezet. Er zijn inmiddels 159 mensen die een abonnement op Spotify hebben. 159 miljoen. Miljoen, sorry. 159 mensen, ja. Daarvan zijn er 71 miljoen betalend. Dat vind ik best wel veel eerlijk gezegd. Dat is zo'n beetje de helft. Ja. En dat is echt wel opvallend. Ja, en ik vind ook dat uit dat cijfer blijkt dat iets wat Ek al jaren roept... dat hij dat freemium model dus voor een deels gratis luisteren met advertentie... dat voor hun heel erg bedoeld is om mensen naar de abonnementenkant te lokken. Ja. Ik vind dat wel pleit voor dat die strategie werkt. Als je meer dan de helft, zeg ik dat goed? Ja, nou, bijna de helft van de mensen als abonnee krijgt... dat vind ik echt een heel goed signaal. Ja, ze claimen zelf ook dat 60% van de mensen die een premium abonnement heeft... ook eerst een freemium had. Dus oftewel, die zijn echt binnengekomen via die gratis versie. Wat ze ook laten zien is dat de groei van de abonnementen... dus de betalende gebruikers is 46% per jaar gemiddeld... en de gratis versie groeit maar met 26%. Ja, dat betekent dus dat gewoon mensen geneigd zijn om naar die premium versie toe te gaan. Ja, ik vind ook dat ze daar samen met Netflix vaak te weinig krediet voor krijgen. Vergis je niet, in 2007, 8, 9, 10 hadden wij het echt nog over downloaden, illegaal downloaden met muziek. Spotify en Netflix zijn mensen echt aan het opvoeden dat je moet betalen voor goede high quality content. Nog even een paar vragen hierover die je op tafel zou kunnen leggen. Dat is, waarom gaat Spotify nou in Amerika naar de beurs en niet in eigen land of bijvoorbeeld ergens in Europa? Dat is toch wel echt een opvallende keuze. Ja, mijn gevoel zou zeggen dat het de markt is die uiteindelijk nog de meest bepalende is in de muziekindustrie. En een markt waar Spotify ten opzichte van Europa nog het meest te winnen heeft. Veel landen in Europa, Nederland en Zweden voorop, zitten al heel erg goed in Spotify. En ik denk dat het signaal heel erg aan de Amerikaanse of de Oosterse markt moet worden afgegeven. Ik denk dat dat gewoon echt een hele strategische beslissing is. Ja, die Oosterse markt is natuurlijk ook nog nieuw. 2 jaar geleden pas zijn ze naar Indonesië, Japan gegaan, dat soort landen. Daar hebben ze nog veel te winnen. En natuurlijk ook nog volgens mij in landen als Afrika... waar je nog lang niet de smartphone-penetratie is... zoals we dat hier in West-Europa hebben natuurlijk. Daar willen ze echt gaan groeien. Maar dat zien ze wel als kans. Ze zeggen overal op elk gebied kunnen we groeien. Zowel de landen waar we al actief zijn... als de landen waar we nog moeten gaan beginnen. Maar de vraag is natuurlijk... dat wordt door analytici wel gezegd... het kan de Netflix worden van de muziek. Kan dat? Dat is de grote vraag die nu ligt. Ook bij het bepalen van de waarde van zo'n bedrijf. Kan het net zo groot worden als en net zo dominant worden als Netflix? Ik geloof dat wel. Je moet je alleen afvragen wat een veel belangrijke vraag is. Stel dat je de Netflix van muziek wordt. Is er in muziek en met de marges die daar op dit ogenblik verdiend worden... een businessmodel uit te creëren? Dat is denk ik een veel fundamentelere vraag. Want het feit dat ze de Netflix van muziek kunnen worden... zou ik bijna durven zeggen, dat zijn ze al. Ze hebben een betere propositie op dit ogenblik dan Apple Music. Ik las gisteren een uitgebreid stuk met 2 hele belangrijke conclusies. 1, uit heel veel gebruikersonderzoeken blijkt dat Spotify gewoon het gebruiksvriendelijker platform is dan Apple Music. Dienst, de betere dienst. Dat blijkt. Apple heeft echt op dat vlak nog gewoon een heleboel
te verbeteren. En het tweede, en dat heeft te maken met de vraag die je net stelt. Wat bij eigenlijk iedere tech-startup geldt, wat het allermoeilijkste is om voor elkaar te krijgen, heeft Spotify al voor elkaar. En dat hebben ze eigenlijk net zo voor elkaar, zoals Apple dat voor iedereen ook al voor elkaar had. Ze hebben creditcardgegevens van mensen. Dus ongeacht of zij de Netflix van muziek worden, en dat, daar zie je nu al bewegingen gaan, ze kunnen dingen gaan verkopen aan mensen. Amazon heeft dit voor elkaar, Apple Music heeft dit voor elkaar. En eigenlijk is dat, als je kijkt naar tech-startups en kansrijke ondernemingen op internet, je moet de rechtstreekse weg naar mensen hun portemonnee hebben. Nou, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij schrijven ze het gewoon iedere maand keurig af. Ja, het is niet alleen de creditcardgegevens, maar ook gewoon een enorme berg data waar ze nog, die zijn ook van nog niet echt monetizen. Nee, hebben ze relatief beperkt gemonetized. Ze zijn nu bezig, omdat tenminste de afgelopen anderhalf jaar hebben ze natuurlijk echt bewegingen gemaakt richting artiesten. Dat bouwt ook een heleboel credibility op, maar dat is ook heel belangrijk. En, maar als ik het goed begrijp, is dat die beweging richting artiesten, dus het aanbieden van toegang tot die data, dat doen ze gratis. Dat doen ze om credibility te krijgen. Ja. Maar in principe, kijk, zij zijn natuurlijk nu de poort tot succes voor heel veel artiesten. Ook heel veel artiesten die wel succes hebben op de streamingdiensten, die nog volkomen genegeerd worden op de radio of andere traditionele... Je noemde net een voorbeeld, Ronnie. Ronnie Flex bijvoorbeeld, inderdaad. Die elke keer weer gewoon keihard gaat en gewoon... Door die dienst heen breekt, als het ware. En die data, die wordt nu als het ware als soort goodwill ingezet. Maar dat is voor de labels is dat natuurlijk een goudmijn. Je wilt gewoon alles weten over waar zitten de mensen die daar naar luisteren. Tuurlijk. Hoe vaak luisteren ze? Tuurlijk. En ik denk dat daar hetzelfde gaat gebeuren wat je bij Facebook hebt zien gebeuren. Ik kan me nog herinneren in mijn tijd als marketeer van Best Kept Secret, dat we het eerste jaar geen stuiver, ongelogen waar, aan marketing op Facebook hebben uitgegeven. Alle marketing en communicatie die we hebben gedaan, was gratis. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, maar we hebben het over 2013. Dus we hebben het over 4-5 jaar geleden. Het jaar daarop hebben we, meen ik, een paar honderd of een paar duizend euro uitgegeven. Niet erg veel aan marketing. Dat is natuurlijk de beweging die Spotify ook gaat maken. Die data worden nu gratis aan artiesten gegeven. Ik kan me voorstellen dat dat zo blijft. Want bij individuele artiesten, tenzij het hele grote zijn, valt niet zo heel erg veel te halen. Je zult die credibility moeten opbouwen. Of je zult daar een abonnementenmodel misschien moeten gaan doen. Dat je bij 500 fans of 500 volgers dat gratis kunt doen, maar bij 5000 of 50.000 wat gaat betalen. Maar richting labels zullen ze op een x-moment voor al die data die zij in handige statistiekjes en grafiekjes schieten, ook echt wel geld gaan vragen. Maar wat dat betreft zitten ze natuurlijk in een hele gekke positie, want die labels zitten als aandeelhouder dan weer in Spotify. Dat gaat zo blijven natuurlijk. Dat die tuurlijk. Daar, en ze zijn echt afhankelijk van die content. Dat vind ik een heel belangrijk verschil met Netflix. Netflix maakt nu echt furoren met eigen content. Ja. Ik geloof dat ze wel 8 miljard hebben uitgegeven. Ja, maar dat is ook een stuk waar tijd. Ik net aan refereerde. Die noemt als een van de grote kansen, of twee grote kansen die Spotify heeft, buiten de dingen die jij nu noemt, de productie van eigen hardware. En dat is eigenlijk dus wat waar Apple ook heel goed in is. Die hebben via hardware zijn ze software gaan verkopen, maar hun businessmodel is hardware. Ja, het gaat om de telefoons. Exact. En om de iPods jaren geleden. En inmiddels is dat natuurlijk inderdaad die telefoon geworden. Ja. En het gaat een ander ding dat werd geschreven op een artikel op de BBC. Is dat zouden ze een label moeten worden? En dan ondervangen ze dat probleem wat je net schrijft met of net beschrijft met Netflix. Dan gaan ze hun eigen content maken. Hoe dit gaat werken, daar heb ik dan nog mijn twijfels over. Maar dit is inderdaad wel een Achillesheel. Dat is wel interessant. Zou Drake zijn volgende album gewoon niet bij Universal meer uitkomen, maar bij Spotify? Als ik Drake was, en ik was arguably de grootste artiest ter wereld, waarom zou ik dan niet bij de grootste machine die mij bij alle fans kan brengen ter wereld willen zitten als ik daar een hele goede deal krijg? Ja, ja, dat is, ja, dat kan bijna niet anders. Ik vind het zelfs eigenlijk gek dat dat niet echt gebeurt. Want je hoort wel af en toe dingen over exclusiviteitsdeals. Daar wil Spotify zich eigenlijk zo min mogelijk mee bemoeien. Zij vinden echt dat het streven moet zijn om alles voor iedereen beschikbaar te hebben. En dat doen ze ook, maar ze hebben zeker wel, ze bieden grote artiesten echt wel dingen hoor. Opnieuw, dat artikel wat ik las, daar werd ook gerefereerd aan de introductie van Ed Sheeran's laatste plaat. En dan blijkt bijvoorbeeld dat ieder van de, 16 of 22 tracks die op verschillende edities van die plaat stonden, ook in 16 of 22 verschillende curated playlists van Spotify stonden vanaf dag 1. Dus zij bieden wel echt ook. Ja. Het is geen exclusiviteit. Dat bedingen ze niet. Maar je kunt wel naar Ed Sheeran toestappen en zeggen, hey, ten opzichte van Apple Music kan ik je wel onze 22
meest populaire... Ik zet je vooraan in onze 22 populairste wereldwijde playlist. Dus dan staan alle 22 van je tracks binnen een dag in onze top 50 best beluisterde tracks. Toch nog even een paar risico's voor Spotify, lijkt me. Apple Music zit natuurlijk standaard in alle iPhones. Dat heeft Spotify, je zegt net al, ze moeten misschien eigen hardware gaan maken. Ze gaan misschien samenwerken met Volvo om in elke auto een Spotify player te gaan maken. Maar dat is nog niet zo. Apple heeft dat wel en daar zit voor hun natuurlijk heel veel belangrijke groei. Er is nog steeds zijn er kapers op de kust op het gebied van rechten. Er is natuurlijk een hele grote uitgever in Amerika die echt miljarden heeft geëist voor mechanische rechten. Omdat ze gewoon vinden dat Spotify niet de juiste deals heeft. Daar gaat echt nog een hoop gebeuren. En er wordt nog steeds gewoon bakken met verlies gedraaid. 1,2 miljard over het jaar 2017 op een omzet van iets meer dan 4 miljard. Ja. Daar is echt nog geen einde aan. Nee, maar dat laatste dat wordt iedere keer naar boven gehaald. En mijn mening is ook maar een mening. Maar ik vind dat altijd een beetje een niet zo belangrijk argument. En ik zal uitleggen waarom. Het heeft te maken met iets waar je zelf al een paar keer aan gerefereerd hebt. Wat het rare aan de constructie bij Spotify is, is dat de partijen waarvan zij hun content betrekken, nou, laten we het voor het gemak even beperken tot de drie grote wereldwijde labels, want die hebben alles bij elkaar, schat ik tussen, even afhankelijk van de markt, 60-80% van het repertoire dat op Spotify staat, zijn ook aandeelhouders. Dus wat je daarmee hebt, is dat feitelijk je leveranciers ook je eigenaren zijn. Als ik bouw even wat rust in, even goed nadenken wat hier gebeurt. Ja, precies. Ja. Dus de mensen leveren de content aan Spotify, maar zij zijn ook aandeelhouders. Dat maakt dat die winst- en verliescijfers die je net noemt, die kunnen ook door die aandeelhouders voor een groot deel bepaald worden. Op het moment dat Universal besluit dat Spotify niet 70, maar laten we zeggen 55% moet doorbetalen, dan worden die cijfers die je net noemt in één keer heel anders. Ik zeg niet dat Universal die macht heeft, maar volgens mij gewoon wel, want Universal heeft, nou ja, in ieder geval in de meeste landen meer dan 40% marktaandeel. Zonder Universal bestaat er geen enkele legale dienst. Als die op een x-moment besluiten dat in dat loopje wat er is, ze hun content voor 55% aan Spotify gaan leveren, dan wordt de marge van Spotify onmiddellijk 15% hoger op het repertoire van Universal alleen. Ja. De twee andere grote majors zullen dan heel snel volgen. En dan worden die cijfers in één keer heel gezond. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar het zou me niet raar voorkomen dat als Spotify in alle markten goed zit, Universal in één keer aan de knop draait, zegt we maken er 55%. En dan zijn ze aandeelhouder van het meest winstgevende muziekbedrijf ter wereld. Ja. Het laatste wat ik er nog over wil zeggen is dat Spotify toch op de een of andere manier ook die goodwill factor nog heel erg heeft. Ze zijn een buitenstaander, dat vinden mensen altijd leuk. Ja. Ze zijn, en dat zie je ook, dat ze dat nog even lekker dik onderstrepen in die prospectus. Zij zijn degene die, wat jij net ook al zei, een einde maakte aan de piraterij. Want sinds we Spotify hebben, downloaden we met z'n allen niet meer. Nee. Nog wel een beetje, maar mag geen naam hebben ten opzichte van hoe dat vroeger ging. En die goodwill, die blijft echt nog wel even staan, ja, denk ik. Ja, zeker. Goed. Dat is een hele kluif, zo'n beursgang. En we gaan er veel over horen de komende tijd. Door naar een ander thema in de muziekindustrie. Vrouwenrepresentatie. Serieus woord. Er is vorig jaar een plan gelanceerd. Het heet Key Change. Dat ontstaan uit de koker van de IFPI. Dat is een soort branchevereniging voor de platenindustrie, om het zo maar te de zeggen. De internationale NVPI. Dus er zullen nog wel wat meer afkortingen hier de komende podcast door de eten vliegen. Ja. Goed, dat is in elk geval een plan om te zorgen dat er meer vrouwen te zien gaan zijn op festivals. Want de observatie is natuurlijk al jaren zo dat de festivalposters worden gedomineerd door mannen. Hoe gaan we daar nou eens wat aan veranderen? Festivals boeken nou eens wat meer vrouwen. Nou, dit is in elk geval een initiatief om dat te veranderen. Er hebben zich 45 festivals inmiddels bij aangesloten. Er zitten een aantal bekenden tussen. Bijvoorbeeld het Lowlands van Zweden, Way Out West. Reeperbaan Festival in Duitsland. En ons eigen Eurosonic Noorderslag heeft zich nu ook aangesloten. En die festivals die zeggen, wij gaan zorgen dat onze line-ups in 2022 50-50 zijn in genderverhoudingen. Geloof jij in zo'n kwotum? Ik ben op dit onderwerp wel een beetje van mening veranderd. Ik zou denk ik 5 of 10 jaar geleden gezegd hebben, al die quota, dat was bijvoorbeeld zo'n discussie in Frankrijk, heb je dit op de radio, hè? Dat ging dan niet over eigen vrouwen, product, nationaal maar eigen product. Product. Daar zijn ze natuurlijk ook ooit begonnen met een kwotum. Toen zei je nee, moet je niet doen? Ja, toen zei ik nee, moet je niet doen, onzin. Nationale muziek, hè, of dat in Frankrijk Franse muziek is of in Nederland Nederlandse muziek, want dat was toen ook een pleidooi dat er meer Nederlandstalig gedraaid moest worden naar voorbeeld van Frankrijk, riep ik en zou ik ook gezegd hebben, onzin.
Kwaliteit moet de boventoon voeren. En ja. Op die manier moet die nationale muziek zijn aandeel verwerven op radio en andere plekken. Nou, dat doet de Nederlandse hiphop inmiddels zelf heel goed in Spotify. Ja. In deze kwestie denk ik dat dingen niet vanzelf gaan. En ik denk dat, je ziet dat ook natuurlijk, wij hebben ons bij monden van onze vorige presentatrice van het radioprogramma natuurlijk behoorlijk geroerd in deze discussie. Ik was daar 5-6 jaar geleden, dacht ik, ja, daar moeten we gewoon met z'n allen een beetje op letten. Dan komt het vanzelf goed. Ik denk het niet. Ik denk toch dat dit niet vanzelf goed komt. En ik ga ook niet roepen, ik ben een enorme voorstander van een van boven opgelegd kwotum. Maar hier verzamelen een aantal festivals zich samen en spreken ze in ieder geval de enorme ambitie uit dat ze dit willen gaan verbeteren. En ook zeggen ze dat hardop. Dus ze leggen in die zin hun ballen op het blok. Om dat te gaan doen. Wel een typische mannelijke beeld hier. Ja, ja. Sorry. Hun ballen op het blok, ja. Ja. Ja, het zijn voorlopig natuurlijk. Het is natuurlijk ook zo. Voorlopig zijn het ook gewoon mannen die dat bepalen. Maar wat mij opvalt, ik zat op Facebook, zette iemand weer wat er is zo'n music biz groep met allemaal mensen uit de industrie. En die jullie luisteren allemaal, hè jongens? Ja, die zich allemaal over dit soort onderwerpen buigen. En daar wordt dat bericht dan ingepost. Wat vinden jullie hiervan, zegt dan iemand. En dan zie je toch een enorme stortvloed aan mensen die niets in quota zien. En dat gaat echt soms behoorlijk lomp, valt mij dan op. Ja. Kijk, dat er programmeurs zijn, ook programmeurs die zeggen, ja, het gaat om artistieke afwegingen. Dat snap ik wel. Dat is hetzelfde standpunt dat jij 5 jaar geleden ook had. En je ziet ook mensen zeggen, dan ja, dan moet er ook een quotum komen voor getinte muzikanten. Ja. En iemand die roept dan een beetje snerend, ja, dan moet er ook juiste verhoudingen lilliputters op het podium komen. Ja. Wat natuurlijk echt helemaal nergens op slaat, dat weet iedereen. Maar je ziet dat er gewoon echt geen begrip is voor het streven, lijkt het wel, überhaupt om hier iets aan te doen. Nee, ik vind dat je dat bijvoorbeeld ook heel... Kijk, wij kijken natuurlijk naar ons eigen naveltje dat muziek heet. Maar je ziet dit natuurlijk ook in de discussie, in de politiek, de vervanging van Halbe Zijlstra. En het soort drogreden waarmee Mark Rutte inderdaad afserveert, het argument waarmee het huidige kabinet is samengesteld. En dat daar ook weinig vrouwen in zitten. Ik vind dat iedere keer weer onderstreept en bewijst dat dingen niet vanzelf gaan. En ik vind ook dat we niet meer anno 2018 en verder het geduld hebben dat, ook al zijn we ons er heel erg van bewust, dat we dan even nog leuk 10, 20, 25 jaar doen om die verhoudingen goed te krijgen. Er moet nu wat geforceerd worden. Dat is wel mijn mening. Er ligt feitelijk een geschiedenis van, nou, laten we even zeggen, 100, 200, weet ik veel hoeveel jaar, waarin mannen de boventoon voeren. Kun je allemaal geschiedkundig terugkijken, terugrekenen en zeggen, ja, dat was toen logisch. Dat vinden we nu niet meer. En ik denk dat we echt in de fase aanbeland dat we daar een soort snelweg voor moeten gaan bouwen. Omdat het idioot is dat we bieden vrouwen dezelfde opleidingskansen. Maar het gaat gewoon echt wel even duren om het glazen plafond te doorbreken. En ik vind dat we daar inderdaad dat mogen we best een beetje forceren. Eén ding over dit Key Change programma wat ik toch wel eigenlijk zwak eraan vind, is dat ze het heel slecht definiëren. Wat is dan 50-50 genderverhouding? Ik was op een Noorderslag bij een panel dat hierover ging. En daar werd gezegd min of meer dat het zou gaan om dat in 50% van de acts op het programma minimaal een vrouw moet voorkomen. Ja. Dat is dus eigenlijk natuurlijk helemaal geen 50-50 genderverhouding. Nee. Maar dat is ook wel heel erg ver weg. Dat betekent dus dat als je een garage rock band hebt met een vrouwelijke bassist, dat er een vinkje achter komt. Ja. Die telt mee. Ja. Het geldt ook voor een artiest als Sigrid, die het heel goed deed op Eurosonic, maar wel volledig omringd wordt door mannen. Ja. Een vrouwelijke artiest. Die telt dus ook uiteraard mee als female artist. En daar zie je natuurlijk ook wel een heel groot verschil. Je ziet dat bijna al die vrouwelijke popsterren, popzangeressen, dat die gewoon omringd worden door een mannenteam. Ja. En daar is, kijk, ik ben benieuwd hoe dat de komende jaren gaat zijn, ook vanuit de popopleidingen in Nederland. Die zijn natuurlijk heel dominant, heel belangrijk voor de verhoudingen aan muzikanten die we op het podium zien. Betekent dat nou, als ze daar nou het selectiebeleid goed doen, dus dat ze zeggen van, we willen gewoon een 50-50 verhouding op die opleiding, ongeveer, hè? Ja. Zou dat niet een hele belangrijke factor kunnen zijn bij de verhoudingen op de podia over een paar jaar? Ja. Ik denk van wel. Ik denk het ook. Ik denk dat een goed voorbeeld is. Kijk, twee dingen.
Die ambitie die wordt uitgesproken voor 2022 door deze 45 festivals. En er zullen ongetwijfeld nog een paar bij komen. Even los of die gehaald wordt in 2020, vind ik het feit dat het zo hardop wordt uitgesproken. En laat ik het nog maar eens een keer zeggen. De ballen in die zin door een grote groep mannen op het blok wordt gelegd. Wij gaan ons hierin houden. Een geweldig signaal. Of die ambitie daadwerkelijk gehaald wordt, vind ik eigenlijk van secundair belang. Ja. Want ze hebben gewoon gezegd dat ze dit gaan doen. Dus ze moeten, nou, ze volgens, kunnen hieraan gehouden worden. Volgens deze definitie is het ook niet zo onhaalbaar. Nee, het is niet zo onhaalbaar. Dat betekent, de vraag is natuurlijk wel van, moet je dan ook dan kijken naar headliners? Of ja, men kijkt nu precies naar het hele programma. Precies. En twee, wat jij net zegt, dat die definitie, wat is dan een vrouwelijke band of een vrouwelijke artiest? Hè? Je gaf al wat verschillen. Haal ik weer een ander voorbeeldje aan. Afgelopen zomer wonnen de Nederlandse dames met voetbal. En als man zit je gewoon een beetje in die bubbel. En dat heb ik ook heel erg onderschat. En ik stond de finale te kijken in Tivoli-Vredenburg. In de Ronda, de grote zaal. Daar passen er volgens mij 2000 of 2200 man en vrouw in. Nou, in dit geval waren dat, schat ik, 60% vrouwen en 40% mannen. Dus het was ook heel duidelijk dat ook vrouwenvoetbal voor een hele grote groep mannen super aantrekkelijk is. Zeker als de mannen zelf niet spelen. En wat je merkte in die zaal was eigenlijk een soort culminatie van wekenlang dat we die vrouwen goed zagen voetballen. En een steeds grotere kans zagen maken op het kampioenschap. En misschien was het een beetje overdreven, maar of was het bier. Maar ik voelde wel dat op het, er stonden ook meisjes van onder de 20 tussen. En ik voelde in die zaal op het moment dat we die wedstrijd wonnen, dat waar zo vaak aan gerefereerd wordt, inspirerende voorbeelden. En dat waren deze vrouwen volgens mij voor een aantal misschien wel voetballende meisjes die in die zaal stonden. Extreem goed kunnen werken voor het idee, dit is mogelijk. Het is natuurlijk ook een discussie die je vaak ziet, nou ja, nu met die Black Panther film. Ja. Waarbij het echt wordt onderstreept dat het belangrijk is dat je voorbeeldfuncties hebt. Ik denk dat wij als mannen, laat ik voor mezelf spreken, dat ik als man dat heel vaak zeg, ah joh, dat lukt vanzelf wel. Daar bij die voetbalwedstrijd, maar ook nu in die discussie over Black Panther, ben ik toch ook weer van mening veranderd. Dat ik denk, ja, je hebt ze gewoon nodig. Voorbeelden om te zien wat mogelijk is als je een 11-jarig meisje bent dat van voetbal houdt. Dat je dan dus wereldkampioen kunt worden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel schakels in dit verhaal. Hè? Zeker. Ik denk dat het heel goed is dat die festivals, met name aan de onderkant, dus de op talent gerichte festivals zoals Eurosonic, waar acts voor het eerst een kans krijgen, dat die hierop focussen. Dat is nog eigenlijk belangrijker dan Lowlands of Pinkpop, zeg maar. Dat toch meer aanbod gedreven is. Het gaat om acts die zich al, die al bewezen hebben een publiek te verdienen. Ja, zit nog een ander aspect aan, volgens mij, waar je ook een beetje aan refereert. Dat soort bands staan aan het begin, die staan ook dichter bij beginnende muzikanten of iemand van 12 die net een gitaar pakt. Weet je wel? Ik bedoel, die zal niet meteen denken, ik word Beyoncé. Maar de top is natuurlijk ook belangrijk. We hebben vorige maand die discussie gehad rond de Grammys. Alle belangrijke Grammys die op tv waren uitgereikt, gingen naar mannen op één na. En dat was ook nog eens die voor Best Breakthrough Artist, of hoe de prijs ook precies mocht heten. Oftewel de minst belangrijke van het stel. Ja. En daar heeft vrouwelijke artiest ook wel massaal van gezegd. Mensen als Pinkman, mensen als Katy Perry, die zeggen, hey, de Grammys zeggen vrouwelijke artiesten need to step up. What? Chicks rule the world. De vrouwen waren gewoon degene die het bepaalde afgelopen paar jaar. Ja. Recognize that. En dat is natuurlijk dat is een hele belangrijke factor. Oké, dat was hem voor deze eerste keer. Volgende week, over 2 weken, dan is de tweede editie van De Machine alweer. En dan gaan we het natuurlijk vooral hebben over South by Southwest. Ja, en wat er nog meer komt, dat zien we dan wel weer. Tot dan.